Geweld in skole vier weer hoogtyd. Beeldmateriaal wat aan die SAIK gestuur is deur 'n ontstigte ouer, wys hoe haar seun deur 'n COVID-19 toesighouer aangerand word. In 'n oproep van die skool is hy meegedeel van haar seun se skorsing na 'n mesaanval op die toesighouer. Gister my kind was ernstig beseer by die skool aangerand. Hy was aangerand van 'n skriener. Maar ik was niet bewust dat het de screen is. Ik heb gedacht, nee, mijn kind was verkeerd. Wat gebeurde? Die schoolhoof heeft mij geschakeld en van mij gezegd dat mijn kind heeft iemand gesteek bij die school. Zo was ik onder de indruk dat het een leerling wat gesteek is. Die Noord Kaapse onderwijsdepartement heeft die voorval veroordeeld. As I'm speaking to you now, the learner that has been involved with this accident together with the screener, both of them has been removed from the school. At this point in time, there was a scuffle between this learner and the screener, and then the screener has then been admitted to hospital yesterday with minor injuries and was released later on. The learner also was released, and then both of them has been removed as a temporary measure to make sure there's a cooling off period. Die polisie ondersoek ook die voorval.